Ik heb de film gezien, ja. En ik vond hem heel goed. Ik vond hem heel grappig, heel fris ook. En fantastische acteursprestaties. Ik vond het een hele plezierige, complexloze, maar zwarte komedie. Of toch een komedie met een donker randje. Ik heb er wat gehoord. Ik vond zelf dat er een paar hele goede scènes in zitten. Die dat toch wel een bepaalde potentieel hebben om classics te worden. Zoals de eerste scène met Sean Eggers, die monumentaal is. Wel, dat is de scène waarin dat zij de begrafenis van haar man komt bespreken. En ik hoop van harte dat, dat ik dat nooit toebedeeld krijg. Eerlijk gezegd. Het is echt een oldschool comedy. Ja, ik kan het niet beter benoemen eigenlijk. Het is om te lachen. Heel veel van de humor is echt zo redelijk grotesk. Een beetje over de top. En ja, ik moest toch af en toe denken aan zo ja, kluchtenicht. Gewoon zo van die situaties. Ook heel veel zo vijf personages in een kamer en iedereen probeert op zijn manier de boel te redden. En je voelt gewoon, want het komt sowieso niet goed. Het is boeiend. Maf ook. Het is heel economisch opgedraaid. Met heel weinig proberen veel te doen. Zo. Sommige scènes duren 3-4 minuten in één shot, dat is niet evident. Dan voel ik ook echt hoe de acteurs zich moeten proberen. Dat is stevig. Ik zat zelf niet aan durven. Jij als scenarist, het verhaal zat het goed in elkaar? Ja, ik denk dat het was een vrij complexe structuur. Eigenlijk een structuur waarin, en vergeef mij als ik te technisch word, hè, waarin heden en verleden zich heel snel afwisselen. En waar je toch op een heel snelle manier een beeld krijgt van de hoofdpersonages, waardoor dat je kunt meeleven met die hoofdpersonages. Dus het is meer dan alleen maar een komedie met dolle grappen en goed gevonden wendingen. Maar... Ja, ik ben een beetje verschoten van de tristesse dat er ook in zat. Wat Herwig en Mark en Peter hebben gebracht, voor mij had nog meer op die tristesse mogen gespeeld worden, maar dan zijn de comedy kwijt. En het staat geboekstaafd nu al als een komische film voor VTM. Dus laten we daar misschien rekening mee houden. Maar het is zeker stout genoeg hoor. Daar ben ik wel blij om. Ja, ik heb er echt van genoten. Ik ben heel enthousiast over de acteursprestaties. Ik vind die allemaal geweldig. Ik vind ook mijn momenten heel hilarisch. Ik heb heel veel moeten lachen. Ik vind het ook poëtisch. Dus ja, wat dat betreft ben ik enthousiast. Ja, ik heb de film gezien vanavond en ik heb gelachen van begin tot einde. Ik was echt mee, ja. Het was wel zo in klein dingetjes, het was geen bulderlachfilm. Maar die acteurs en die personages en die zo oudjes spelen, want ik ken dat project al van, denk ik, toen ik met Vidange Perdu bezig was. Ik denk zelfs Daniel zijn eerste idee was om zelfs Stan Buil en zo erin te casten en Jan de Kler en zo. Maar deze jongen, ik vond dat fantastisch. In het begin ging zo wow man. Allee, allemaal, waren allemaal goed. En die andere die kon praten, het grootste stuk van de film is voor mij Mark Verstraeten. Mark Verstraeten. Nee, en tof zo op het beeld van, ik had dat vroeger ook van, bejaarden zijn zo oud, die worden onschuldig. Dat is nooit niet erg. En je ziet dat dat eigenlijk echt krapul is, dat die gewoon geboren zijn om krapul te zijn. En er gewoon mee voortdoen. Dat is gewoon grappig. Het is een beetje zo bigger than life bij momenten. Het heeft wel zo'n realistisch kantje, maar het heeft ook zoiets heel sprookjes. Nee, ik vond dat universum, ik ben er wel in gestapt. Acteurs hebben mij verrast. Hè? Niet omdat ze zo goed waren, want ik wist dat goede acteurs waren, maar omdat ze er zo geloofwaardig uitzagen als hoogbejaarde kerels. Ja. Ik denk dat dat niet alleen een pluim is voor de acteurs zelf, maar ook voor de mensen van de schmink, die dat op een fantastische manier gebaseerd hebben. Ik heb een paar keer heel hard moeten lachen. Ik vind sommige acteurs er echt gewoon helemaal op. Ik vond Koen de Bouw hilarisch, omdat hij dat met heel veel verve speelde. Dat was ook de eerste keer dat ik hem dat personage zag spelen op die manier. Ik voel dat hij daar zich helemaal ingeleefd had. Ik vond ook dingen zien Eggers hilarisch, die mij elke keer lachen. Die haar timing is zo goed en
Het was niet evident die film, omdat die heel veel mise-en-scène in één shot doet. Er wordt heel weinig geknipt. Dus dat maakt voor komische timing en zo echt tricky. En je merkt ook dat sommige acteurs daar beter mee om kunnen dan anderen. Er waren wel schone dingen in. Ook die scène dat de moeder doodvalt bijvoorbeeld. Oei. Ik heb dat niet verteld. Sorry. De botsauto-scène, laat het zo stellen. Dat was echt een leuke scène, die werkte echt. En zo hadden we echt wel van die momenten die ik echt heel tof vond. Ja, ik vond ook die soundtrack heel mooi. En zo risicovol. Dat was zo klein en knullig, maar zo heel pakkend en grappig. Dat is wel mee. Voor sommige mensen doe je al eens iets meer. En voor Daniel Lambo durf ik wel uit de kleren gaan. En natuurlijk voor de fans die erop zitten te wachten. Ze kennen mij van talloze tv en andere perikelen. En ik voelde bij de fans zoiets van, Iwijn, wanneer ga je naakt? En ik doe het nu. Ja. Dat mooie corpus. Ja, ik heb er natuurlijk, net zoals Matthias bijvoorbeeld, iets moeten aankomen voor Runskop, heb ik voor deze film ook wel zeker 15 kilo moeten aankweken. Ja. En die gaan er nu terug aan. De film had bij momenten soms wel iets steriel, maar nee, ik was wel mee. Ik zag daar echt een lijn en een visie in. En dat is ook zo, ja, zo het bompouw, ook hoe dat iedereen zich zo beweegt. Zo. Bij momenten moest ik denken, hij lijkt er niet op, maar een straight story. Dat is zo gepaste beeldvoering ergens aan om die personages, die heel grappig zijn. Dus die beeldvoering vond dat ook bij momenten heel grappig. Het enige wat ik raar vond, is de film is voor mij heel vloe. Het is zo, de beeldresolutie is zo heel wollig. En dat vond ik wel wat raar. Het gaat over oudere personages. Kan dat aanslaan bij een jong publiek? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Waarom? Omdat het rock and roll gehalte van oudere mensen die nog altijd banken willen overvallen. Ik bedoel, dat heeft toch altijd Bonnie en Clyde gehaald en dat vind ik altijd heel aantrekkelijk. En ik denk dat jonge gasten daar wel voor te vinden zijn. Ja, ja. Het is een komische vertelling, dus het is ook allemaal een beetje op die manier geanceneerd. En die ouderen worden ook niet gespeeld door acteurs van die leeftijd. Het zijn jongere acteurs die ouder lijken. Dus ja, dat is gewoon, dat je creëert gewoon een ander gegeven. Het is niet Amour waar we naar gaan kijken. Ja. Wat het trouwens een fantastische film is, maar op een heel andere reden uiteraard. Maar ja, nee, ik vond het een sympathiek en warm verhaal. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.